allerlei gasten vandaag. We beginnen dadelijk met Elle Bloemen en Michiel Meidam, moet ik zeggen, hè, van de Young Talent Groep. Daarna komt aan tafel Peer Meurkes, die weet alles van Vincent van Gogh, in ieder geval van zijn bed. De carnavalsvereniging De Geitenbok heeft een boek uitgebracht en ik weet dat die vanmiddag nog warm hier binnen is gebracht. Dus we krijgen zo de primeur. De column van Antoinette Verstegen deze keer als gastcolumniste, door sommige van mijn collega's wel eens aangeduid als de beste persvoorlichter in de hele regio. Bij deze. Na Antoinette schuift Harry Kolen aan, de directeur van Metameer, van de scholengemeenschap, die afscheid gaat nemen. En we sluiten af met Bart-Jan Baartmans, die vertelt over zijn gitaarfestival. En hij introduceert dan ook de zangers die we vandaag hebben van Nomadic Drive, als ik het goed zeg. Vol programma, dus we gaan heel snel beginnen. Welkom allebei. De Young Talent Groep. Nou ga ik eerst even iets voorlezen wat ik heb opgezocht, maar daar gaan we het over hebben vandaag. Er staat bij jullie op de site: wij zijn een bonte verzameling van jonge professionals, een multidisciplinaire netwerkgroep, een groep ambitieuze jonge talenten uit het land van Kuik en Maasduinen die kenniskunde en kracht bundelt om de regio te verbeteren en op de kaart te zetten. Dat gaan we uitleggen volgens mij, want het is een hele mond vol. We gaan vooraan beginnen. De bonte verzameling van jonge professionals. Wie brandt er los? Ja, voorzitter. Ja, de bonte verzameling, dat is eigenlijk met name omdat we aan de ene kant bond zijn in leeftijd. Hè, dus Young Talent Groep is... natuurlijk, de bondheid zit er met name ook in de achtergrond. Dus we hebben een breedte van 35 jaar ongeveer. Ja. Ben je met 35 nog jong? Vind ik wel. Je kunt wel jong van geest zijn, denk ik. Okay. En natuurlijk, de bondheid zit er met name ook in de achtergrond. Dus aan de ene kant hebben we de professionele achtergrond. Dus ik zelf ben projectleider uit de IT. Ellen doet weer iets heel anders, meer in de horeca. En we hebben mensen die echt de journalistiek zitten bijvoorbeeld. Dus dat komt uit allerlei hoeken. Ja. En ook hele diverse karakters komen daar ook mee. Dus het is bond op heel veel manieren. En daar zit nou net de kracht. En kunnen we elkaar aanvullen. Ja, oké. Elle, de multidisciplinaire netwerken. Ja, nou ja. Eigenlijk, het zit natuurlijk gelinkt aan aan de achtergronden van de mensen zelf. Maar ook nu in die tijd dat we nu hier bestaan, dat nog maar 2 jaar is, eigenlijk hebben wij ook al met heel veel netwerken in deze regio contacten gemaakt. Mm-hmm. En daarin zijn we ook linking pins met elkaar. Ja. Maar ja, natuurlijk, iedereen brengt zijn eigen netwerk natuurlijk ook mee vanuit studie of vanuit de professionele wereld. Of nou ja, misschien ook wel vriendenbanden of... Ja, dus nou, kennis en kunde, dat lijkt me duidelijk. Hè? Alle verschillende windrichtingen, of windrichtingen niet, vakken komen jullie vandaan. Dus dat hoeven we niet uit te leggen. Dan hebben jullie het over het verbeteren van de regio. Dat klinkt nogal heftig. Hoe gaan jullie dat doen? Nou ja, dat doen we eigenlijk door verschillende initiatieven. Het is eigenlijk, we zien natuurlijk dat deze regio te maken heeft met een leegloop van mensen in onze leeftijd. Ja, kennis hè, die wegtrekt. Ja, en zelf hebben we er wel voor gekozen om of hier te blijven of terug te keren naar deze regio. En er moeten wel dingen voor gebeuren om deze regio aantrekkelijk te houden. En dat doen we eigenlijk met verschillende initiatieven. En we laten het eigenlijk zo lopen dat wat we zelf leuk vinden, dat doen we. Als we een paar mensen, we zeggen altijd, als we 3 mensen in onze eigen groep bereid vinden om iets te doen, dan pakken we het aan en gaan we het doen. En dan zien we wel wat schip strandt. Soms lukt het, soms lukt het niet. Maar dan hebben we in ieder geval iets gedaan. Ja. En naast onze eigen projecten proberen we ook met andere initiatieven in contact te komen of op hulpvragen in te gaan. Of, dat klinkt allemaal redelijk abstract. Michiel, wat hebben jullie gedaan de afgelopen 1,5-2 jaar? Verschillende dingen. We hebben voor zeker de mensen uit de directe regio hier heel bekend een foodtruck festival georganiseerd bijvoorbeeld. Dat was afgelopen zomer, hè? Ja. Met name vanuit de insteek van het moet leuk zijn en er moet iets bruisends zijn. En dat trekt met name onze leeftijdscategorie heel erg. Daarnaast zien wij bijvoorbeeld leegstand in winkels. En dan hebben we voor de 2e keer het pop-up store project gedaan. Waar dan vervolgens ook blijvende winkels uit ontstaan. Ja, pop-up stores zijn echt tijdelijke winkels. Ja, die komen klopt. En die gaan normaal gesproken. Precies. En dat, in dat opzicht, aan de ene kant is het heel succesvol dat de winkels zijn blijven
steken, maar dat is eigenlijk dan geen pop-up store meer. Maar het doel was uiteindelijk om lege winkelpanden te kunnen vullen, zodat het aangezicht en ook het aanbod veel interessanter wordt voor wat onze generatie zoekt in deze regio bijvoorbeeld. Nou zeg je winkelaanbod voor jullie generatie. Volgens mij komen jullie helemaal niet in de winkel. Jullie gaan alles online bestellen, toch of niet? Nou ja, het stukje beleving speelt natuurlijk altijd mee. Als hier de centra leeg staan zonder enige beleving is, dat is natuurlijk niet leuk. En ik denk dat het voor winkels ertoe doet dat ze bijdragen aan de beleving. En daar zit de uitdaging. Ja. Waar ligt het nog meer aan dat de jeugd wegtrekt? Kijk, we weten ze gaan studeren in Utrecht en Amsterdam en komen vervolgens niet meer terug. Waarom willen ze niet terugkomen? Wat, is het hier zo saai voor iedereen? Ik denk dat een groot gedeelte met werkgelegenheid te maken heeft. Dat veel mensen gaan wonen waar ze ook werk vinden. En dat blijkt hier toch wel lastig te zijn om een baan te vinden wat op achtergrond aansluit. En, dus er moet meer gedaan worden om werk te vinden? Tenminste, aan te bieden voor de mensen met hersens? Nou, ik denk dat het het is tweerichtingsverkeer. Aan de ene kant horen we de bedrijven, de kennisbedrijven zeggen van nou, we hebben heel veel moeite om nieuw talent aan ons te binden en hier naartoe te krijgen. Mm-hmm. En aan de andere kant horen we ook de afgestudeerden niet eens weten dat hier hele interessante banen te vinden zouden zijn. Ja. En ik denk dat ook daarbovenop natuurlijk ook nog geldt dat de grote bedrijven zitten vaak in de richting van de Randstad. En waar kies je het eerste voor? Dat zijn de bekende namen, want iedereen heeft het erover. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar een kans ligt om te zorgen van nou, open nou die ogen en zorg dat ze elkaar vinden. Ja. Dus het is meer een verbindende rol die we daar zouden kunnen spelen. Ja, komen de bedrijven ook naar jullie toe met de vraag van, kunnen jullie ons helpen om goed geschoold jong personeel te vinden? Vaak ook als tegenprestatie bijvoorbeeld hebben we wel met bedrijven waar we dan geweest zijn. Mm-hmm. Die ons dan helpen met een bepaald project. Die dan vragen van, nou ja, willen jullie in jullie netwerk actief de vacatures delen die wij al een tijdje open hebben staan bijvoorbeeld. Nou ja, of meedenken over een bepaalde casus. Of, dat wel. Kleine 2 jaar bestaan jullie. Hoe is het begonnen? Kan je daar iets over zeggen, Michiel? Dat kan. Wij zijn op een gegeven moment, althans vanuit mezelf verteld, kreeg ik te horen dat het initiatief Young Talent Group bestond. Dat is hier eigenlijk hier ontstaan vanuit een groep ambassadeurs die hebben gezegd, nou, wij willen eigenlijk iets met die jeugd dat ze ook wat gaan doen. Het moet niet weer het zoveelste serviceclubje worden, maar er moet echt iets gaan gebeuren en we willen ze daarbij helpen. Hoe mooi zou het zijn als. Ja. Daar is op een gegeven moment het idee van en het concept van de Young Talent Group is daar ontstaan. En daar hebben heel veel talenten zich op ingeschreven van nou, dat lijkt me wel wat, daar willen we doen. Al waren toen de kaders nog niet heel erg scherp gezet. En dat hebben we toen met elkaar bepaald van nou, wie zijn we en wat gaan we doen en waar gaan we nou voor. En zo zijn we daarin gegroeid. Ja, nou klinkt dat wel heel erg nobel, hè? Om dat te doen als jonge mensen. Maar ik als oude man zeg dan maar van, de jonge mensen zitten toch in de kroeg en die horen alles te doen wat God verboden heeft en niet aan dit soort stoffige dingen mee te doen. Nou ja, stoffig is het zeker niet, dat kan ik zeker wel zeggen. Nee. Nou ja, het is natuurlijk, we doen projecten, maar daarnaast doen we nog heel veel meer wat het ook leuk maakt. De projecten zelf vind ik al heel leuk, maar we hebben ook maandelijkse bijeenkomsten, borrels, bedrijfsbezoeken. Er wordt ook doen wel we een beetje gelachen af en toe. Heel veel. Ja, veel. Okay, ja. Goed zo. En we doen alleen wat we leuk vinden. Hè? De projecten die kiezen we zelf uit. Ja. Dus wat we zelf in willen ontwikkelen of willen uitzoeken, dat doen we. Er is niemand die ons iets oplegt. Nee. Jullie moeten niks, maar je mag van alles. Ja, en precies. Je bedenkt het zelf. Ja. 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 Uit hoeveel mensen bestaat de Young Talent Groep nu? Nu is dat ongeveer tussen de 30 en de 35. Het exacte aantal weet ik even niet. Dat zijn alle jonge talenten uit de regio. Nou, ik denk dat er veel meer talent in de regio zit. Ja, zeker weten. En die proberen we ook aan ons te binden. Ja, maar hoe vind je die dan? We hebben nu een werkvindingscampagne lopen. Die is een week of 3 geleden is die gestart. Ja. En we proberen via de media, de social media en alle kanalen die we zelf ook volgen uiteraard. Ja. Proberen we het woord te spreiden van goh, wij bestaan en je bent welkom. En als je echt iets wil gaan doen en de verandering teweeg wil brengen,
doe met ons mee en maak het mogelijk. Dus ja, dat hebben we nu lopen. Ja, want je zei tussen 25 en 35. Als je 36 bent, word je er dan uitgeknikkerd? Nou, we hebben wel een beleid. Het klinkt wat erg zwaar. Maar we hebben wel met elkaar de afspraak van... Nou ja, goed, je komt erbij en je blijft er niet 10 jaar bij zitten... als je op je 25ste aanhaakt. Het is wel de bedoeling dat we jong en vernieuwend blijven. En daarmee moeten we ook zorgen dat er een goede relatie is. Ja. Ja. En die 3 weken die jullie nou bezig zijn met werven, heeft dat al wat opgeleverd? Ja, de aanmeldingen die stromen binnen. Die komen nu binnen. Wat we wel weten van voorgaande jaren is dat naarmate de deadline aankomt van tot dan mag je je aanmelden. En met name de informatieavond die we op 2 december gepland hebben voor dit jaar. In de aanloop daar naartoe zie je vaak een behoorlijke stijgende lijn in de aanmeldingen op het laatste moment. Ja. Oké. Okay. Dus en 2 december heb ik hier staan, heb je nog de informatieavond hier in de Weijer. En dan daarna is het dringen geblazen. Ja, nou 2 december hebben we een hele leuke avond. Die is eigenlijk open voor iedereen die meer van de Young Talent Groep wil weten. We hebben een programma in elkaar gedraaid met daarna nog een informele borrel om nader kennis te maken. Ja. En de sollicitatieprocedure loopt tot 9 december. Dus dan hebben mensen nog een week de tijd om na te denken. Ja. Is het iets voor mij? Ga ik erbij? Weet ik nog iemand die daar ook bij zou willen? Kunnen ze komen. En, tot slot, hè. Als jullie iets tegen de jeugd die nu nog hier woont, die nu nog op de middelbare school zitten, bij Harry Kolen bijvoorbeeld op Medameer. Als jullie daar iets tegen zouden moeten zeggen van waarom is het zo leuk en geweldig om hier in het land van Kuik te blijven wonen? Wat zou je dan zeggen? Ik heb nu de kans. Nou, ik zou zeker eerst ergens gaan studeren. Dat heb ik zelf ook gedaan in een andere stad. Dat je ook ziet wat de rest te bieden heeft. Ook naar het buitenland gaan. Dat is voor je eigen ontwikkeling erg goed. Maar deze regio heeft gewoon heel veel als het gaat om het wonen. Ik vind de prijskwaliteit hier erg goed. De natuur, de verbinding zijn eigenlijk ook heel erg goed met trein, snelwegen. Het is eigenlijk gewoon een ideale... ideale plek, alleen iedereen weet het nog niet. Michiel, nog iets aan toe te voegen? Het is wel heel mooi verwoord al natuurlijk. Maar ik werk zelf door het hele land, dus ik kom op veel plaatsen en merk heel veel omgevingen, andere mentaliteiten. En ik merk iedere keer weer hoe prettig ik het eigenlijk vind om weer gewoon thuis te kunnen komen en in deze regio te zien, we hebben hier... een hele mooie regio sowieso qua uitstraling, maar met name ook de mensen om je heen. Mm-hmm. Ja, dat is toch wel weer echt prettig om weer in terug te komen. Ja. En thuis is voor jou? In mijn geval is dat nu nog Kuik en hopelijk binnenkort is dat Zandbeek. Zandbeek, oké. Okay. Ja. En thuis is voor jou? Boksmeer, oké. Okay. Nou, heel veel succes met jullie groep en we houden jullie altijd in de gaten. Dus als het weer eens te melden is, dan zien we jullie weer. Dankjewel voor jullie komst. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Peer Murgens, ik zal hem heel even introduceren voor wie hem niet kent. Ik kan me het niet voorstellen dat er mensen zijn, maar goed. Peer Murgens, de man die Den Bosch zijn eerste carnavalsoptocht ontnam. Ja, die is helemaal versleten. Ik ben nog niet klaar. Hij is helemaal versleten nu. Ja, daarom. Die alles weet over een veldslag die er wel of niet is geweest in 1814. Die alles weet van het bed dat wel of niet in Boksmeer heeft gestaan. En die ook weet... of Napoleon hier een bed heeft gehad, wel of niet. Waar gaan we beginnen? Op je kaartje staat, je bent publicist in Boksmeer. Doctor of Philosophy, Culturele Antropologie. Dat klinkt heel chic. Ja, klopt helemaal. Maar we beginnen even met waar we eigenlijk met z'n allen de laatste weken over hebben gehad. Het bed van Vincent van Gogh. Ja, dat is. Heb je het gevonden? Niet gevonden, maar het is ook een onderwerp wat ik niet zelf verzonnen heb. Nee, maar ze zijn bij jou gekomen omdat jij alles weet. Op een speciale manier, ben ik benaderd vanuit Londen door meneer Bailey. Ja. En dat komt omdat ik een stuk had geschreven. Ik publiceer namelijk niet alleen in Boksmeers Weekblad of De Bok of bij jullie als jij het goed vindt. Af en toe, soms ook niet, jammer. Maar meneer Bailey schreef mij omdat ik in NRC Handelsblad me gemengd had in een discussie over het oor van Van Gogh. Dat speelde vorig jaar zomer. Ja. Een beroemde schrijfster, Bernadette Murphy, schreef een boek en dat moest zeer belicht worden. En ik dacht van ik weet er ook iets van wat ik nog nooit gezien heb in die discussie. Laat ik de NRC eens even weten wat ik als zogenaamde deskundige vanuit Boksmeer hierover te melden heb. Werd nog geplaatst ook. Ja.
En wat was jouw, jouw bijdrage? Nou, ik zing ook in het kasteelkoor bij meneer Steenbrink. Hè, dus leuk bij de zusters, de mis, eens in de twee weken op het Beauty Pastel. Ja. Prachtige bijeenkomst daar en ik zing daar heel graag mee. Maar dan heb ik ook dus te maken met bijbelteksten die worden voorgelezen. Bijvoorbeeld Witte Donderdag. Mm-hmm. En daar is het enige geval van iemand die een oor wordt afgehakt, kwam ik daar tegen. Okay. Ik denk, ja, die Van Gogh had natuurlijk ook een klap van de modewiek. Namelijk zijn vader was dominee, dus die heeft niks anders in zijn jeugd gehoord van dat gij zijt degene die het oor heeft afgekapt. Ja. Dus dat had ik ingebracht. En dat vond men zelfs bij de NRC interessant genoeg om dat te melden. Naar aanleiding daarvan ben ik door meneer Bailey benaderd. Zo van, wie bent u? Wat weet u van Boxmeer? En wat weet u van Van Gogh? Ja, want als je iets van het oor weet, dan weet je het ook van het bed. Hij werd niet direct, die relatie ligt niet zo scherp. Niet maar leuk, hij kwam bij mij om zo eens te polsen van, wat is dat voor een rare man? En natuurlijk in Van Gogh kringen ben ik ook niet bekend onder de Van Gogh kenners. Maar misschien de moeite waard. En het trof dat we 2 jaar terug, hebben wij hier met de Ster, Stichting Toerisme Recreatie Boxmeer, die actie ondernomen om Laren Help Boxmeer, de actie van 1944, te herdenken als 70 jaar bevrijding van de regio. Ja. Toen waren wij terechtgekomen bij de hulpacties vanuit Laren naar Boxmeer. Die kolonnes vrachtwagens die vanuit Laren hierheen kwamen met allerlei huisraad. En dat was een grote actie van het Rode Kruis, Hark heette dat. Ja. En nou ja, goed, dat heb ik toen helemaal geïnventariseerd. En alles wat er van te weten was, hebben wij Laren ook verteld. Weten jullie wel hoe belangrijk jullie voor ons geweest zijn? En een soort dankbaarheid hebben we toen in december een bijeenkomst gehad. Waarbij de burgemeester van Laren hier geweest is. Een aantal mensen van de historische kring en andere notabelen uit Laren. En die hebben we alsnog bedankt voor de geste van 70 jaar terug. Ja. Laat het nu zo zijn van dat ineens in een van die transporten blijkbaar het bed van Van Gogh heeft gezeten. Denken ze. Zijn aanwijzingen. Bailey. Ja, er was een foto. Nee, helemaal niet. Bailey heeft in de correspondentie in het archief van het Van Gogh Museum een bewijs gevonden dat in 1937 dat bed er nog steeds was in de villa in Laren. En dat het in de oorlog niet verloren is gegaan. Ja. En de vader, de kleinzoon van Theo, dus de achterneef van Vincent, heeft dus toen hem verklaard van ja, dat is toen meegegaan met die transporten richting Boxmeer. Hij noemde het voorbij Arnhem, maar het was duidelijk bedoeld Boxmeer. En toen kwam ook die foto tevoorschijn. Ja, ik ben achter Arnhem. Ruim begrip, hè? Ja, ja, zeker. In dit geval was het Boxmeer. Was in Boxmeer. Afijn, er was die foto, hè, en er stond dan een bed op een bepaalde kleur. En dat zou dan de aanwijzing zijn dat het bed van Vincent van Gogh zou kunnen zijn. Ja, wij konden toen Bailey die foto leveren die we toen al gevonden hadden. En vooral Jan Tunnissen, die vandaag vanwege omstandigheden in het familiefeest hier niet kan zijn. Dus ik moet hem verontschuldigen. De eerste keer dat Jan dit mist. Dit fraaie gebeuren hier vrijdagmiddag. Ja, nou, hij is excuseerd. Maar hij denkt aan ons. Maar goed, Jan had die foto destijds al gevonden. En die hebben wij toen gepubliceerd. En vervolgens hebben wij die ook dus opgestuurd naar Londen. En meneer Bailey, die was helemaal verbijsterd van dat daar gewoon 20 bedden op stonden en die heeft gewoon die vergroot en op zijn kop gehouden en de achterkant van de foto bekeken om te zien of dat bed van Van Gogh erbij staat. Want hij kende ongeveer wel precies de afmetingen en de vorm van dat bed. Ja, maar goed, dat moet dus hier terecht zijn gekomen. Zijn stelling is dat het hier terecht is gekomen. Ja. En hij heeft mij toen benaderd en dat is al half september geweest. Maar ik kreeg echt een zwijgverbod. Nou, dat wil je niet weten. Ik werd ongeveer bedreigd van als ik hier dit zou laten lekken, dit grote geheim. Want wat ze bij het Van Gogh Museum wel kennen, dat is het begrip hype. Hoe krijg je belangstelling voor een bepaald onderwerp? Ja, nou ja, wij zijn er in Boxmeer meegetrokken. En ik heb echt 5 weken nou op mijn lip moeten bijten. Want ik moest gaan vragen of er misschien ergens die bedden nog waren van de harkactie. En ik mocht niet zeggen waarover het ging. Waarom? Nee. Zelfs Jan Tunnissen had ik niet verteld tot de week van tevoren waarover het ging. Vandaar dus, dat hij nou niet is, dat is gewoon boos. Ja. Nou, maar goed. Dat is enorm gehyped. Hè? Alle televisie- en radio-uitzendingen. Ik heb de burgemeester gezien met een telefoontje op een stapel boeken. Om mensen uit te nodigen voor een ontbijt. Dat kun je zich gek niet bedenken. Als je ooit naamsbekendheid wilt krijgen, gebruik Van Gogh. En dat is wereldwijd. Ja. Tot voorbij Japan. De hele wereld over is dit verhaal gegaan van Boxmeer. Daar iedereen is iets te vinden. Iedereen, dus de bussen Japanners komen van de zomer hier. Als we het goed aanpakken wel. Daarvoor hebben we weer wat nieuws bedacht, hoor. Ja, precies. Maar goed, al met al, het bed is nog niet gevonden. Nog niet, maar ze komen steeds dichterbij. Ja?
De laatste aanwinst komende zondag op de Brink in Sint-Tunis. Ik zie Martin Mahler daar al staan te grijnzen, want die hebben een deel van het bed gevonden. Was in Sint-Tunis verwerkt in een kippenhok. Geurt Frans heeft in zijn column al een keer geschreven, het zal wel in het konijnenhok terecht zijn gekomen. Ja, maar in Sint-Tunis hebben ze een kippenhok van gemaakt. Maar dat gaan ze komende zondag om 2:00, Martin is dat toch, op de Brink tonen. En vervolgens heeft hier Mantje Martens, wie kent hem niet, in zijn geweldige collectie, het Museum Zonder Naam, wat Mantjes werkplaats is, waar de industriële geschiedenis van Boxmeer ongeveer belicht kan worden, als je er binnen mag komen. Maar die heeft hier deze fraaie... Dit fraaie bed op de zolder staan. Nou, dat lijkt er overdacht veel op. Het is het nog net niet, maar we komen echt in de buurt. Ik haal het er niet uit, maar goed, ik ben geen kenner, hè? Oh nee, ik heb het op zijn kop. Het bed, zondag dus in Sint-Tunis. Ik ben heel benieuwd. En in ieder geval 24 of 25 februari hebben we het zeker, want er is carnavalsoptocht. Ja, dan gaan er heel veel bedden door de... Daar gaan we het nog over hebben. Maar goed, dat was tot zover het bed. Napoleon, die is hier ook geweest. Ja, Lodewijk Napoleon, zijn broer. Oh, dus niet de grote... Nou, zijn broer, en dat is de vader van de volgende Napoleon als keizer, van Napoleon III. Dus wat dat betreft is dat ook niet de geringste figuur. En als wij het over Napoleon hebben, het over Napoleon Bonaparte. Hij is hier wel langsgekomen, want hij ging overnachten van... Nou, heel serieus, hij was in Grave op 31 oktober 1811. En de volgende dag heeft hij overnacht op kasteel Wel. En dan moet hij hier over de Graafse Dijk gekomen zijn, langs Boxmeer. Hè. Er zijn nog fladderende kippen hier die van dat geweld, van die tocht, van die ruiters hier dwars door Boxmeer nog steeds in de lucht hangen. Ja. Maar daarmee is hij dus hier door Boxmeer gekomen en naar Wel toe gegaan. Dat is het haakje. Maar het grote verhaal over het kasteel van Boxmeer is natuurlijk van dat koning Lodewijk Napoleon hier overnacht heeft. Nou, brandlos. Die was hier op staatsbezoek. Ja. Dat is in Boxmeer een beetje ook in de verhalen rondom het kasteel wat onderbelicht. Het was een beetje als een toevalligheid. Ja, we weten het wel, maar ja, zijn kar was kapot en dan moest hij hier overnachten. Geen sprake van. Trouwens ook een heel interessant bedverhaal heb ik erover. Maar eerst even kort van dat het ook een staatsbezoek was. Ik heb dat hier in dat boek belicht, waarbij het gaat om een optocht met 60 paarden. Die zijn hier in Boxmeer gekomen, bij het kasteel gearriveerd. Zoveel koetsen. Iedereen die wat in dit land te vertellen had, was in Boxmeer op 14 april 1809. Het kasteel was er helemaal voor opgetuigd. Ze hebben toen zelfs het portret van Napoleon hangt er nog steeds op het kasteel geplakt. Ja, precies. Want je hebt het over het boek, hè? Dat is dit boek. Kastelenheren. En we gaan gelijk even reclame maken. Ja, heel goed. Ja, daar staat het ook allemaal in. Maar goed, dus Napoleon was hier. Nog een ander... Ja, maar het verhaal van dat bed, hè, want hij had ook zijn Lodewijk Napoleon had ook zijn maîtresse bij. Dus als twee die kwam hier niet al. Nee, want zijn vrouw, dat was Hortense Beauharnais, die was al gevlucht naar Frankrijk. En ik heb een heel onoverzichtelijk lijstje. En daar staat ineens de Coudray staat erop. Die werd ook ondergebracht. Maar die zit bij mevrouw van Sassen. En wie was de Coudray? Dat was Madame de Coudray. Dat was de maîtresse van de koning. Die mocht dus niet van Leopold van Sassen van Iselt op het kasteel overnachten. Wat je thuis doet, moet je zelf weten. Maar hier in Boxmeer doen we dat niet. Dus die maîtresse van de koning werd ondergebracht hier in Huis het Stapje. Dat is daar waar. Nou, dat winkelcentrum is hier. Ja, oké, okay, interessant. Ja. Ja. Goed, Napoleon, Van Gogh. Moeten we nog hebben over de carnavalsoptocht, dat die hier begonnen is? Of geloven we dat wel? Nou ja, die wordt binnenkort natuurlijk dat verhaal over de gekkenkar, dat natuurlijk een fantastisch evenement is. Hoe dat je zoiets kunt bedenken in 1852, 1853, een al bestaand gebruik wat helemaal opgetuigd is in die periode. En om politieke redenen is daar een verhaal aangehangen van wij handhaven het recht der vaderen. Dat geloven ze in Boxmeer nog steeds, want dat staat nog altijd in het Nederlands op de kar. Dus dat moeten we zeker handhaven, dat is een geweldig verhaal. Ja. En door mijn aandacht daarvoor is natuurlijk die hele discussie ineens weer gekomen, ook met Oeteldonk, met Den Bosch, waar ze ook dachten iets uitgevonden te hebben. Maar die hebben de Boxmeerse carnavalsoptocht van 1852 compleet gekopieerd in hun eerste Oeteldonkse optocht van 1883. Ja. En het is nu zelfs zo erg, raadpleeg de website Oeteldonk. Die mensen zijn compleet in verwarring door wat ik daar heb teweeggebracht met mijn analyse van hun verhaal. Dat het eigenlijk gewoon een kleine kopie is van wat ze hier al bedacht hadden. Ja, ze zijn nog van slag, hè? Ze zijn van slag. Ja. Peer,
Jij bent nou een paar jaar bezig, hè, als historicus om het zo maar te zeggen. Eigenlijk alles wat jij boven water weet te halen is gelijk booming. Iedereen heeft het erover. Wat wordt jouw volgende grote ontdekking? Nou, we zijn dus komend jaar met de Ster Stichting Toerisme Recreatiebox. Zetten wij volledig heel sterk in op de vaart als middeleeuws fenomeen. Ja. Kijk, dat is natuurlijk afgelopen jaar al redelijk op gang gekomen met dat Middeleeuws Festival. Dat gaan we veel groter maken. Dit moet iets worden waar de hele dorpsgemeenschap al van tevoren naartoe gaat leven. Dit moet gelijkenis gaan tonen met wat een Andalusië is met de Semana Santa. Met de Heilige Wekenprocessies. Ja, dat het dorp zindert van activiteit. Ja. En daar moeten wij die vaartprocessie op een gegeven moment naartoe gaan werken. Ik kom niet iedere dag in Andalusië. Wat doen ze daar? Nou, daar heb je met de Goede Week dagelijks optochten waar alle verenigingen, gildes rondtrekken. Wat wereldwijd een fenomeen is, wat wereldwijd mensen aantrekt. En wij moeten in Boxmeer daar natuurlijk ook naartoe gaan. Van dat het een dorpsgebeuren is. Mm-hmm. Die vaart is heel netjes geconserveerd al gedurende de laatste decennia. Altijd waar overal zelden, ja. Religie aan het verdwijnen was als betekenisgevend element. Ja, maar in Boxmeer is dat wel netjes gehandhaven, dankzij inzet van Wim Goossens, andere mensen die daar fantastisch aan gewerkt hebben. Maar nu moeten we dat terugbrengen in het dorp en laten zien dat we hier Boxmeer mee kunnen doen onderscheiden van wat in de wijde regio gebeurt. Okay. Dit is een volstrekt uniek gebaar en ik moet ook dan tegen die tijd ervoor zorgen van de NOS, Lidwin Gevers, NOS Journaal, ook komt vertellen over de vaartproces hier in Boxmeer. Je hebt bij het journaal Dion Straks natuurlijk, hè, die komt hier uit Boxmeer, ja, dat lijkt appeltje eitje toch? Ja, ik wilde er echt een hype van maken. Dat hield ik dus nog achter mij, deze informatie. Want je moet dingen geheim houden als je een hype wilt maken. Dan moet je juist met mee pieken. Moet je nou niet over beginnen. Ja, nou ja, dit goed. Willen wij dus als Ster komend jaar heel sterk op de agenda. Maar wie moet het dan gaan organiseren? De Young Talent Groep of zo? Ze zijn nou toch hier. Graag. Want ja, wij zijn natuurlijk ook niet met al te veel mensen bij de Ster die dit soort dingen aanpakken. Wij willen dat ze breed gaan uitventen. En samen ook met het gilde. Natuurlijk moeten we daar heel veel meer aan gaan doen. Andere gildes erbij betrekken. Dat moet echt iets worden zo van, nou dat zullen we zien. Gelukkig hebben we bij de gemeente al een luisterend oor. Ze hebben nog steeds niet de portemonnee getrokken. Niemand weet waarom. Het zijn echte bedragen die in andere dorpen hier in de omgeving, mil, die geven 20.000 euro voor dorpsactiviteiten. Ja. De Ster die krijgt 5.000 euro, er worden op de vingers gekeken, ook alsof wij hier niks leveren in dit dorp. Hè. Maar we willen dat uit gaan breiden en dit jaar heel sterk gaan inzetten op die vaart als een dorpsfenomeen, wat een grote uitstraling zal krijgen. Ja. Nog één ding, laatste minuut die je krijgt. Pardon? Ik wil één primeur van je. Wat heb je al ontdekt, wat wij nog niet weten, waar iedereen weer versteld van staat? Nou, het andere grote verhaal is natuurlijk waarmee de regio de komende 20 jaar op de kaart gaat zetten. Dat is van dat het einde van de Tweede Wereldoorlog, als het ware, hier is ingeluid. Ja. Ja, goed, dat is een bizarre verhaal van dat we vorig jaar, of 2 jaar terug moesten gaan gedenken dat 70 jaar terug de bevrijding er was. Nee, het begon in Boxmeer de oorlog. Maar de oorlog kon pas gewonnen worden. Berlijn kon pas bedreigd worden door de geallieerden toen ze hier de Maas over waren. En dat heeft een half jaar geduurd. En het grote verhaal van het oorlogsmuseum, van de hele regio, al de verwoestingen, de mensen die geëvacueerd zijn. Dit moeten wij al een heel groot oorlogsverhaal moeten wij publiek gaan maken en landelijke bekendheid gaan geven. Helaas, de belangrijkste gegevens die we hadden zaten in het BHIC Graven, het archief. Ja, dat moet maar ja, goed, dan gaat de deur op slot en dan zeggen ze gewoon van ja, die belangrijke gegevens van ja, die gaan jullie maar naar de bos raadplegen. Ja. Misschien dat we daarvoor reiskostenvergoeding krijgen, maar dat weet ik niet of de gemeente dat wel doet. Maar goed, ik zie een boek aankomen. Op zijn minst. Ja, dat mag ik zeggen. Peer, dankjewel voor jouw komst en succes. Graag gedaan. Doriëse, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. Laten we met de deur in huis vallen. Het boek. Het boek. Ik wil de primeur, laat hem zien. Nou, het is een primeur, want hij is letterlijk, ik denk een uurtje of 3 geleden binnengekomen. Hij is nog warm, hè? Hij is nog warm. Ja. En hij ruikt heerlijk. Kiek ons. Ja. Daar is het fotoboek van BCV De Geitenbok in Boxmeer. Boxmeer, want waarom een fotoboek? Ter gelegenheid van... Nou ja, er zijn meerdere redenen waarom een fotoboek. Het belangrijkste is, De Geitenbok bestaat 66 jaar. Ja? Dus een van de oudste verenigingen in de regio. We gaan Peer uitzoeken, dat weet ik zeker. Precies. En
We hebben een beetje een traditie om elke keer bij een jubileum een boek uit te brengen. In het verleden waren er voornamelijk boeken over BCV de Geitenbok. Dus met veel prinsen, de geschiedschrijving van de carnavalsvereniging. En het idee deze keer was van nou, laat eens die steken en laat eens die boeren paren. Hoe interessant en hoe leuk ook is voor wat het is. Want carnaval gaat uiteindelijk om de mensen die... Het volk, ja. Precies. Dus we hebben met de magazinecommissie, Carnavalskrant, hebben een aantal maanden geleden een oproep gedaan van jongens, stuur jullie foto's in van de laatste 66 jaar. En tientallen reacties en dat vond ik eigenlijk al best veel. Het is ook echt een fotoboek geworden. Ja, er staat geen tekst in. Ik kan helemaal geen tekst, alleen plaatjes? Alleen plaatjes. Als iedereen kan het snappen. Ja. 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 Nee, maar goed, wel natuurlijk wel erg leuk als kijkboek om zo eens een keer doorheen te bladeren. Als je na een wilde carnavalsavond in de bank stort met een veel te veel bier op om nog heel eventjes te bladeren. Het aparte is, ik heb hem dus samen met onze commissie gemaakt. En daar ben ik er maanden mee bezig geweest. Ik heb van de week de proefdruk gezien. En ik heb hem nou denk ik 5 keer doorgebladerd. En zelfs ik denk van, verrek. Die staat er ook. Of hey. Dus het is, blijft wel een boek vol met verrassingen. Ja, leuk om even terug te kijken of je buren erin staan. Of opa en oma. Of jezelf. Of inderdaad opa en oma. Ja. En ik verwacht eigenlijk ook wel heel wat discussies. Zo van, nee, daar is een dier van de dier. En dat is niet waar. En daar was ons vader. Of nou ja, dat. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Nou moet je één ding uitleggen. Voor de mensen... Nou zitten hier allemaal Boxmerenaren of mensen uit de regio. Allemaal Brabanders. Maar waarom in godsnaam vieren carnavals mensen hun jubileum bij 11 jaar? Of bij niet gewoon bij 5 of bij 10 of bij 25? Nou ja, 11 wordt het gekke getal genoemd. Het carnavalsgetal. Waarom dat is, er schijnen... En Peer zal daar vast veel meer van weten dan ik. Er schijnen meerdere... redenen achter te zitten. Er gaan verhalen rond van er zijn 10 geboden en 12 is een heilig getal en 11 valt ertussen. Dus het is een gekke getal. 40 dagen voor kerst is de 11e maand. Net zoals 40 dagen voor Pasen is carnaval. 40 dagen voor kerst is de 11e van de 11e. En dat heeft er ook weer mee te maken. Dus alles met carnaval is 11. Ja. Raad van 11, 11-jarig jubileum, alles is 11. Ja, precies. En dus 66 jaar, is daarmee de Geitenbok ook een van de oudere carnavalsverenigingen in de regio? Volgens mij wel. Ja, in ieder geval in de gemeente Boxmeer. Ja, precies. Ja. En hoe het bij andere dorpen is, is nog even... Gaan we niet aan wagen. Ja, volgens mij heeft iedereen nu net dit jaar viert de Fortum ook een jubileum. Die zijn 55 jaar oud. En volgens mij heeft iedereen nou wel, zeg maar, rond die koers vanaf 55 en 66 en alles wat ertussen zit. Ja, precies. Nou, is ook zo'n raar fenomeen met carnaval. Ik weet niet of je dat kan uitleggen, maar dan begint iedereen ongelooflijk plat te praten. Nog voordat ze bier op hebben. Ja, nou, ik ben opgevoed, zeg maar, met ABN. Ja. Ik zeg altijd, er is één dag in het jaar dat ik plat praat. Dat is na 5 dagen carnaval. Dus ik weet ook niet hoe dat kan. Dat komt, nee. Nee, maar dat klopt. Ja, het dialect is wel belangrijk natuurlijk met carnaval. Ja, al die boeken, in dit geval natuurlijk niet. Er wordt altijd plat... Boxmeers of Kuiks of weet ik veel wat geschreven. Maar kennelijk is dat zo ontstaan en dat houden we lekker in stand als traditie. Ja, ik denk ook wel dat het op zich qua cultuur, carnaval valt natuurlijk ook wel onder cultuur, dat dialect ook wel en dat wel een mooi moment is om zoiets vast te houden en ook heel veel discussies over te hebben. Ja, het boek. We hebben het hier, maar morgen wordt het officieel gepresenteerd. Ja. Hoe en waar? Morgen op de liedjesavond, Carnaval Festival, wordt het officieel uitgereikt aan Prins Carnaval en de voorzitter van de Geitenbok. En vanaf dan is het voor iedereen te koop voor €2,20, oftewel een muntje. Okay. Daar hebben we voor gekozen omdat het ook het is een geschenk. Eigenlijk van de carnavalsvereniging aan de mensen. En het moet een beetje ludiek zijn. En hier komen we net mee uit de kosten of net niet. Maar dat maakt niet uit, als het maar leuk is. Het is dus, ik kijk meteen even iedereen aan. Het is te koop bij de residentie, Pub Esser, in Riesch, bij Van Dinter
en het centrum, volgens mij heb ik dan alles, voor één muntje €2,20. Ontzettend leuk Sinterklaas of kerstcadeautje. En ja, ik zou zeggen, koop het vooral. En ja, nou ik toch commercieel bezig ben, 13, 14, 15 januari is het jubileumweekend. Ja. En dan is er het hele weekend feest voor jong en oud. Er wordt een musical gemaakt door kinderen, door Jan Peters. Hier ook, ik zag hem al staan. Er zijn heel veel activiteiten, feesten, hartstikke gezellig. Dus wat dat betreft is het wel iets wat de carnavalsvereniging ook aan Boksmeer wil geven. Het jubileum, een leuk feestje. Eigenlijk gewoon een extra carnavalsweekend in Boksmeer. Precies, toch? Nou wie wil dat nou niet? Ja, dat weet ik niet. Goed, toch? Allemaal komen dus. De 13, 14, 15 januari. Ja. 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 En de carnaval is eind... Ja, dat is 26, 27, 28 februari. Ja. Ja, en dan ga je ook helemaal los. We doen ons best. Ja, okay, goed, ja. Heel veel plezier. Veel succes morgen met de presentatie van het boek. En nou, wellicht tot de volgende keer. Dank je wel. Ja, dank je wel voor je tijd. Ja. Antoinette, eventjes over jouzelf, zodat iedereen weet naar wie ze zitten te luisteren dadelijk. Ja. Persvoorlichter bij de gemeente Boksmeer. Hoe word je persvoorlichter? Nou, ik ben begonnen als journalist. Ja. Ik schreef mijn 18e voor de Gelderlander. En waar is het misgegaan? Precies. Ja, ja, ik vond het op een keer feiten schrijven vond ik niet zo heel boeiend. Nee. En ik ben natuurlijk, ja, jij hebt mij niet gevraagd in hoedanigheid van als woordvoerder van de gemeente, neem ik aan. Nee, maar mensen moeten even weten. Want dan had ik een ander verhaal voorbereid. Ja, nee, maar dat maakt niet uit. Maar, nou ja, dat gaat ook over schrijven en communicatie ligt daar weer in het verlengde van. En waarom ik ben eigenlijk meer voor Boksmeer. Ik heb meer voor Boksmeer gekozen dan als woordvoerder of persvoorlichter. Maar het leek me zo geweldig om een keer voor je eigen omgeving te werken. Ja. Nou, dat is ook zo. Dat is heel bijzonder. Ja, alleen dan als voorlichter moet je op gaan schrijven wat anderen je opdragen. En met zo'n mooie column mag je eigenlijk je eigen verhaal doen. Nou, andere opdragen, je denkt samen over dingen. Het is natuurlijk, zijn wel twee gescheiden werelden. Ja. Dat is wel absoluut waar. Absoluut. Ja. Columns, persberichten schrijf je. Komt er nog een boek aan? We hebben het toch wel over boeken de hele middag. Ja. Nee, nou, ik ben op het moment met Rianne Jansen, heel goed zangeres, vooral song- en theaterteksten aan het maken. Ja. Ja, is zo leuk, want je hebt die interactie, je hebt samen een bepaalde chemie. En ik moet zeggen, ja, een jaar aan een boek zitten en wanneer moet ik dat doen? Dat zie ik voorlopig niet gebeuren. Echt. Maar wel een theaterstuk komt eraan dus. Ja, zij gaat op het podium. Ik hoop daar zelf toch niet helemaal op te in komen. In de coulissen. Ja, precies. Ja. Maar dat is superleuk. Ja, en wanneer? Ja, dan moeten we nog even kijken wanneer zij daar klaar voor is. Ja, precies. Nou, als het zover is, dan kom je gewoon terug met Rianne. Lijkt me een goed plan, wat ik net voorstellen. Bij deze, afgesproken. Ja, dank je. De column, waar gaat het over? Het gaat erover, gelukkig zijn er toch nog eerlijke mensen. Nou, ga je gang, alsjeblieft. Ben vanmorgen mijn zwarte knip met al mijn pasjes in Boksmeer verloren, las ik op Facebook. Dat de portemonnee netjes weer terugbezorgd, was een paar uur later al te lezen. Tot verbazing van velen. Gelukkig zijn er toch nog eerlijke mensen, zag ik vele malen als reactie voorbij komen. Dat verbaasde mij dan weer. Bedoelden zij dan dat zij zelf die portemonnee echt niet hadden teruggegeven? Zijn hun vrienden en familieleden niet te vertrouwen? Is crimineel gedrag hier in Boksmeer juist de regel en niet de uitzondering? En wijken we daarmee extreem negatief af van het gemiddelde gedrag van mensen wereldwijd. Dat gevoel van gebrek aan eerlijke mensen is niet te herleiden naar de Nederlandse criminaliteitscijfers, want die dalen al jaren. En toch voelen we ons, zo blijkt ook uit onderzoek, met z'n allen steeds onveiliger. In plaats van dat we de veiligheid omarmen en de straat op huppelen vanwege de eerlijkheid die Nederland overspoelt, worden we dus steeds banger. En zijn we blij verrast dat er überhaupt nog eerlijke mensen bestaan. Het is natuurlijk best zonde om onterecht met z'n allen bang te gaan lopen wezen.
Want goede zin krijg je daar niet van. Erger is het dat het een voedingsbron is voor iets dat wel echt om bang van te worden is. Er waart een monster door Nederland. Een vies, goor, slijmerig, stinkend monster dat al die irrationele angst opzuigt. Tot een onherkenbare brei aandikt en over ons uitkotst. Als een plakkerige smurrie die we ook wel angst voor de ander noemen. Eenmaal vastgezogen in de hersenen, muteert het tot boosheid op die ander en zelfs haat. Ik ga geheel tegen mijn irreële angst in, dat monster dwarsbomen. Ik begin vandaag nog met het niet bang zijn voor iemand die echt anders is. Zelfs al komt hij uit Kuik. Zelfs al offert hij bier en bacchus, terwijl ik dat liever met wijn doe, schrijft hij een plaatselijk weekblad vol over ons, maar is Boksmeer blijkbaar niet goed genoeg om er te wonen. Over het echte metworstgevoel hebben we het niet eens, want dat gaat hij natuurlijk nooit snappen. Het is best een opgave, dat openstaan voor zo'n andere cultuur. Maar ik weiger dat monster van brandstof te voorzien. Dan wordt het namelijk een nog vetter, viezer, goorder, slijmeriger, stinkerder monster. En uiteindelijk vreet het ons allemaal op. That's it. Mooi gezegd, dankjewel. Harry Kolen, dames en heren, is nog directeur van Metameer in Stevensbeek en Boksmeer. 4 weken nog, ja. Nog 4 weken. Zware 4 weken of niet? Nou, het voelt heel erg licht. Ze zegt mij altijd van, hoe is het met de laatste loodjes? Ik zeg, hoe is het met de laatste veertjes? Ja. Ik vlieg als het ware uit Stevensbeek en Boksmeer weg de komende weken. Ja. Zo voelt het dat, ja. Zo voelt het. Dus ja. Het is eigenlijk gewoon makkelijk en eenvoudig om het los te laten ook. Want dat lijkt me nog het moeilijkste. Je doet dat een aantal jaren. Je bent directeur over een grote school, 2300 leerlingen, zeg ik even uit mijn hoofd. 2400 ondertussen. Ja. Een hele prettige school heb ik me laten vertellen ook. Maar dan moet je wel dat los kunnen laten. Ja. Ik bedoel, net als moeders hun kinderen niet los kunnen laten. Voelt het als zoiets? Nou, ik heb school nooit als mijn kind beschouwd. Het zijn twee dingen. A, ga ik een aantal leuke andere dingen doen na afloop van mijn werk bij Metameer. Maar wat nog veel beter is, dat wij een ontzettend goede opvolging hebben voorzien. Ja. In Brito Cornelis. Dus ik kan met een ontzettend gerust hart het stokje overdragen. Ja, ja, je hebt Brito ook wel een beetje opgeleid al de afgelopen maanden. Nou, dat zou ik Brito staat in de zaal. Ik zou het niet zo durven zeggen. We hebben wel een beetje samen opgetrokken. We gaan het dan gewoon over 1 of 2 maanden vragen. Als het begonnen is, dan nodigen we hier uit. Bij deze Brita, ik weet niet waar je bent, achterin. Ja, dan gaan we dat horen, dat gedeelte. Je bent in 2012 gekomen, hè? Ja. Als opvolger van Herman Vullings. En dan heb jij de carrière doorgemaakt, als ik het goed heb opgezocht, van leraar tot directielid. Is het moeilijk om als leraar directielid te worden? Nou, ik ben in 1976 begonnen als leraar. En ik heb 1 maand lesgegeven op het voortgezet onderwijs. En daar stond in de krant dat ik iets zou vertellen over mijn dieptepunten. Nou, mijn eerste les dat was... Had je gelijk een dieptepunt gehad? Ja. Okay. Dus ik dacht toen bij mezelf, van misschien zou het ook nog wel anders kunnen. En gaandeweg in de carrière blijkt dan dat je ook een aantal andere dingen heel erg leuk vindt behalve onderwijs. En dan rol je daar gewoon vanzelf in. Ja, maar wat was onderwijs dan niet voor jou weggelegd? Kwam je op dat moment achter? Was wel weggelegd, maar als je gaandeweg je in je carrière bezig bent de eerste jaren, dan zie je hoe scholen georganiseerd zijn, hoe managers handelen of directeuren handelen. En dan denk ik bij mezelf, nou, dat kan ik op zijn minst net zo goed. Ja, ja. Je ziet het heel vaak, hè, dat docenten, je had scheikunde docenten, dat docenten manager worden, directielid worden. Maar is dat logisch? Zou je niet moeten zeggen van, je hebt een manager nodig als manager? Onderwijsmensen zijn meestal mensen die met passie onderwijs geven. Ja. Maar ik denk, we hebben vanmiddag nog een hele leuke discussie gehad op school. Dat ging over de vernieuwing in het HAVO-VWO. En je komt tot de conclusie, als je als
onderwijsman, als manager, niet geen verstand heeft van onderwijs en niet weet wat docenten beweegt om onderwijs te geven en hoe leerlingen leren, hoe leerstijlen zijn enzovoorts, dan kun je die mensen ook niet managen. Dus nee. Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je moet het onderwijs kennen, je moet er middenin gezeten hebben. Ja. Als je aanleiding aan zou willen liefst geven. Met je voeten in de klei, ja. Ja. Zoals de voetbaltrainer minimaal Eredivisie voetbal gespeeld moet hebben. Nou, daar zijn de meningen over verdeeld. Kijk, zoals een beroemde trainer zei van niet elke paard, geloof ik, is een goede breider of andersom. Aha. Dat geldt natuurlijk voor het onderwijs ook. Maar, ja, precies. Ja. Maar je hebt dus het onderwijs geven op een gegeven moment losgelaten. Ja. Ja. Een jaar of 8 heb ik dat losgelaten, ja. Een jaar of 8 geleden? Nee, na een jaar, na een jaar of acht. Ja, oké, precies. Waar, even over jouw carrière doorheen vliegen, onderwijs gegeven op welke school? Nou, voornamelijk op de opleiding Voeding en Diëtetiek in Nijmegen. Voeding en Diëtetiek? Ja. Diëtetiek heet het. Ja. En daarna? Daarna heb ik gewerkt bij personeel en arbeid als directeur. Als directeur bij de opleiding mondhygiëne in Nijmegen. Ja. Ik ben een tijdje zelfstandig geweest als adviseur. Ik heb bijvoorbeeld ooit geprobeerd om een antroposofische verpleegkundeopleiding op te zetten. Ook een van mijn mislukkingen overigens. Ik heb bij de Hogeschool Nijmegen gewerkt als bij de voorzitter opleiding die omgebouwd moest worden of geprivatiseerd. En bij de universiteit. Ja. En dan kom je op een middelbare school terecht. Wat was die eerste? Maarswaal College in Wijchen. Ja, ook een groot school, vergelijkbaar denk ik. Ja. Vergelijkbaar in grootte, ja. Ja, precies. En dan de overstap naar Metameer. Wijchen is toch een beetje stads, hè, zou ik durven zeggen. En dan ik kom niet. Je... Niet, nee? Nee. Ja, er wonen toch bijna 50.000 inwoners, Nou, Wijchen is een grote agglomeratie, dat klopt, ja. Een groot aantal dorpen bij elkaar geplakt. Er wonen veel mensen. Ja, maar dan wou ik eigenlijk zeggen, en dan kom je in Stevensbeek op het platteland. Dat is heel iets anders. Ja. Heb je daar iets van gemerkt? Nou, het mooie van Stevensbeek is, ik ben geboren in Deurne. Ja. En ik heb in Nijmegen gestudeerd, er ongeveer altijd gewerkt. En Stevensbeek ligt precies halverwege Deurne en Nijmegen. Ja. Dus ik heb me er altijd ontzettend thuis gevoeld. Ik kwam vanmiddag nog hier op het, toen ik hier naartoe reed, bij de rotonde, bij café De Piek. Ja. En ik heb daar jarenlang gezeten als ik lift van Deurne naar Nijmegen. Dus dit voelt voor mij heel vertrouwd. Ja. Dus het was eigenlijk gewoon bijna een beetje thuiskomen. Beetje thuiskomen. In Stevensbeek. Ja. En dan kom je op een school die het in een gebied, het Land van Kuik, waar drie middelbare scholen zitten. Je hebt Marlet College in Kuik-Gravenmil. Ja. En Elsendaal in Boksmeer en Gennep. Is er in het Land van Kuik wel ruimte voor drie van die grote scholen? Er zijn in het Land van Kuik 7000 leerlingen op dit moment, ja. Verdeeld over drie scholen. Over een aantal jaren er is sprake van krimp, dat is helder, 30%. Nou, dan als ik van 7000 30% aftel, dan heb ik er nog altijd 4900. Gedeeld door 3 is 1800 en een beetje. Nou, heb je 3, dan heb je een hele mooie schaal voor een middelbare school. Ja, maar dus er is wel ruimte voor 3, denk ik. Ja. Als ik van 3 scholen 30% aftrek, blijven er 2 over. Dat is ook een manier van tellen, ja. Klopt. Maar dat wordt dus een flinke strijd om de kindertjes. Jullie gaan elkaar de tent uitvechten, denk ik. Nou, wij vechten elkaar natuurlijk niet de tent uit. Nee. Maar goed, jullie hebben allemaal je eigen belang. Je wilt je eigen school in stand houden. Dus je moet hard werken om die leerlingen binnen te krijgen. Je moet beter zijn dan het Elsendaal, om er iets te zeggen. Nou, het is niet zozeer of je beter bent. Ik denk dat in bepaalde opzichten Elsendaal een betere school is dan Metameer. Maar het gaat erom waar kinderen zich thuis voelen. Ja. En dat voelen kinderen op het moment dat ze een school binnenkomen, of dat nou in Boksmeer is, of in Stevensbeek, of in Gennep, of in Milde, maakt niet uit. Dan voel je, dit is een school die bij mij past. Ja. En dan kies je voor zo'n school. Ja. En dat is belangrijk voor kinderen, om daar een hele goede opleiding te krijgen. Maar hoe voelt een kind dat? Die komt op een open dag een keer en dan moet hij een besluit nemen. Hoe voel je of een school bij jou past of niet? Nou ja, dat zou je aan de kinderen moeten vragen. Ja, je zit de man met kennis dus. Nee, ik heb kijk, het gaat erom dat je moet je thuis voelen. Je moet er een goed gevoel bij hebben. De mensen die daar rondlopen. We zeggen ook altijd van, oké, als je hier rondloopt, denk eraan. Die mensen die je daar ziet, dat zijn de mensen waar je 6, 4 of 5 jaar tegenaan moet kijken. Ja.
werkt dat, kinderen die er rondlopen. En toen krijg je een sfeer die je binnen school krijgt en uitstraalt. En daar voel je je wel of niet happy bij. Maar stel, kijk, er lopen heel veel vrouwen op de wereld. En het is toch maar zo dat je bij 1 of soms maximaal 2 blijft steken. Ja. Nou, dat gevoel, de bedoeling, zo ja. Moet je dat vergelijken. Ja, ja. Ja. Nee, precies. Maar kijk, je komt op zo'n open dag, hè, en dan... de meningen zijn erover verdeeld, geloof ik. Ja, dat hoort je, ja. Dan kom je op zo'n open dag en dan... De scheikundeleraar zal allerlei fantastische proefjes laten zien. En dan doet een natuurkundeleraar ook. En dan krijg je toch niet het beeld van wat een school is. Daar kom je na een maand pas achter, denk ik, of zo. Nou, een beetje. Niet helemaal. Er zijn natuurlijk wel proeflessen of inloopochtenden. Ja, maar wat we vooral ook zeggen van... Praat niet met mij, want ik vertel natuurlijk een heel gelikt verhaal. Ja. Hoe geweldig het allemaal is, en dat is het natuurlijk ook. Ja. Maar ga vooral naar de kinderen toe, die er zitten, en hoe zij dat ervaren. Ja. En dat zijn eigenlijk de goede ambassadeurs van een school. De mond-op-mond reclame is de beste. Ja, mond-op-mond. En ja, zij zijn degene die het onderwijs ervaren. Ja, ja, precies. Ja. Nou, 3 scholen, hè. Jullie hebben een vestiging in Boksmeer, en daar schort iets aan. Toch? Oh. Ja, ze zijn een HAVO-VWO-afdeling en dan komen ze bij jullie naar de 3e klas. Als ik het goed zeg, moeten ze naar de bovenbouw en dan houdt het op. Ja. En dan? Dan gaat ongeveer 30% gaat naar Stevensbeek, 30% gaat naar Elsendaal en 30% gaat naar elders. Ja, ja. Ja. Ja, wanneer is het aan Berita om dat op te gaan lossen? Wat oplossen? Nou, om die bovenbouw in Boksmeer binnen te harken. Nou ja, er is een beetje misverstand in Boksmeer en omgeving. Leg uit. Wij hebben nooit gestreefd om een bovenbouw HAVO-VWO in Boksmeer te vestigen. En dat is een hele simpele reden. We werken met publiek geld. Dus het is maatschappelijk onverantwoord om in een land of in een gebied, een regio waar krimp is, om daar een extra bovenbouw te gaan creëren. Hmm. Dus hoe jammer het misschien ook is... Ja. En diep in mijn hart natuurlijk, diep in ieders hart zit dat wel, maar het is gewoon niet maatschappelijk verantwoord. Nee. En dus die opdracht heeft Berita ook niet. Nee. Dat gaat niet veranderen dus. Nee, jammer. Zou ik bijna zeggen voor de kinderen die in Boksmeer naar de HAVO-VWO gaan, die moeten straks kiezen om 6 kilometer naar Stevensbeek te fietsen. Ja, of blijven bij Stevensbeek of kiezen voor JNA in Nijmegen of voor tweetalig in Nijmegen. Dat kan natuurlijk alle kanten op. Ja. En ook daar denk ik dat ze een hele goede opleiding krijgen. Ja, ja precies. Overigens zitten wij ook helemaal vol in Boksmeer. En met een HAVO-VWO-bovenbouw zou er ook nog een beroep moeten worden gedaan op de gemeente. Om nog wat bij te bouwen. En ik denk niet dat dat zal lukken. Ja. Het is bekend dat er een enorme trek is van leerlingen vanuit Kuik naar onder andere Boksmeer. Ja. Maar let eens een nieuw gebouw aan neerzetten. Gaan jullie dat merken? Ik denk of het wel. Of jullie, degene die achterblijven straks, hè? Ik denk wel dat wij dat merken. Dus er is een trek vanuit Kuik naar Boksmeer, trouwens ook naar het noorden toe. Ja, heel veel naar Nijmegen. Kijk, over het algemeen is het zo dat nieuwbouw leidt tot weer aanwas van leerlingen. Ja. En er is ook helemaal niks mis mee als leerlingen die in Kuik wonen, ook in Kuik naar school gaan. Ja, het is eigenlijk een beetje raar dat ze naar Boksmeer komen. Nou, raar is het niet. Vind ik. Nee, dat snap ik. We lopen een goede treinverbinding en er wordt goed onderwijs gegeven. Maar als ze dan natuurlijk na een x-tal jaar zeggen van wij gaan naar Kuik naar school, prima. Ja. Ja. Als je iets moet noemen wat je de afgelopen 4 jaar bij Metermeer had willen bereiken, maar wat je niet bereikt hebt, wat steekt dan? Dat is een hele moeilijke vraag. Ja. Eén ding is, we hebben ingezet, en daar zijn we ook heel erg intensief mee bezig in samenwerken met het speciale onderwijs. Dus die zit in Stevensbeek bij ons aan de andere kant van de deur. Ja. Maar daar hebben we hele flinke stappen ingezet, maar het proces is nog niet helemaal afgerond. We hebben ook sterk ingezet op onderwijsvernieuwing en om de bedrijfsvoering goed op orde te krijgen is ook eigenlijk heel goed gelukt. Ik kan eigenlijk niet zo goed zeggen wat er is geweest, wat er eigenlijk niet goed gelukt is. Nee. Misschien moet ik dat Berita vragen. Maar... Dat doen we voor een andere keer. Absoluut. Ja. Nee, maar goed, maar dan, het zijn dus kennelijk processen die nog lopen. En... Het zijn lopende processen. En dan is 4 jaar is dan natuurlijk een redelijk korte termijn om dat te doen. En dan maak je het gewoon niet af. Maar je mocht er geen 4 jaar meer aan vastplakken?
Nou, 4 jaar niet, een paar jaren wel, dat is ook wel gevraagd, maar ik heb besloten voor mezelf om, ik ben ook redelijk AOW-gerecht, of eigenlijk helemaal AOW-gerecht, om iets anders te gaan doen. Ja, wat ga je doen? Nou, een aantal dingen. Ik wil op zijn minst 's morgens een uur eerder opstaan. Of sorry, een uur later opstaan, dat ik zo zeggen. Ja, nee, logisch, ja. Nou, ik weet, er is een heel groot misverstand in Nederland dat onderwijs mensen gewoon ontzettend veel tijd hebben. Daar wil ik meteen even wegwerken. Maar in ieder geval een uur later opstaan. Ja. Ik heb nog voor een dag werk ongeveer in de week. Ik wil studeren, kerkgeschiedenis onder andere. En over Napoleon wil ik ook nog wel wat meer weten. Het is trouwens is wel jammer, want wij zoeken altijd hele goede gastdocenten en mensen die een goed verhaal vertellen. Hè, die inspireren juist leerlingen. Dus ik zou Peer al bijvoorbeeld willen vragen om een keer bij ons ook een verhaal te komen vertellen. Heel erg goed. Ja, nou ja, dat gaan we dadelijk na afloop nog even regelen. Ik wil ook wel wat muziek maken en ik heb een kleindochter, Marie. Ja, daar gaat ook heel veel tijd in zitten natuurlijk. Heel veel tijd in zitten. Muziek maken. Ja. Ik heb er straks tegen jou gezegd dat ik je zou gaan verrassen. En ik ga je eigenlijk gewoon voor het blok zetten, want we hebben hier een gitaar liggen. En ik heb jullie op de site van de school gezien dat je laatst tijdens het open pop-up podium, gespeeld hebt. Dus eigenlijk wil ik vragen om hier een mooi lied te spelen voor ons. Okay. Ja? Jan was een vrolijke soldaat. Hij zong en hij floot als hij ging over straat. En de mensen zeiden tot elkaar, die man die daar gaat, is een moordenaar. Maar Jan was een vrolijke soldaat. Maar nu was het allemaal niet nodig meer. In het hele land was geen één militair. Geen kazernes, mortieren en soldaten. Geen tanks en kanonnen en granaten. Alleen gek Jan had niet meegedaan. Hij had een kanon op zijn zolder staan. Hij liep nog in soldatenpak, de rug recht, de armen strak. Hij poetste op zijn achterbalkon, de loof van het kanon dat glom in de zon. En hij schoot op de kat in de tuin van de buren, zodat het davert over de schuren. Maar de mensen spraken er schande van en zeiden tot hun kinderen, wordt nooit als Jan, want hij schiet op de kat in de tuin van de buren, zodat het davert over de schuren. Niemand sprak meer met hem in het land, niemand zei meer dag of gaf een hand. Niemand verkocht hem meer een brood. Alleen als je zei, en nou snel of ik schiet je dood. Ze spogen voor hem op de stoep. De kinderen riepen pies en poep. En vuile, vuile moordenaar. En dan lachte Jan maar, dan lachte die maar. En eens op een avond belt de koning op. Dat was Lodewijk Napoleon. Kerel, we hebben een enorme strop. De vijand staat al voor Maastricht. Pak je kanon en doe je plicht. En dan neemt Jan afscheid van zijn vrouw en roept aan het eind van de straat, blijf me trouw en slaat de weg in naar Maastricht, dat kilometers verder ligt. En dan neemt Jan
afscheid van zijn vrouw. En roept aan het eind van de straat, blijf me trouw. En slaat de weg in naar Maastricht, dat kilometers verder ligt. En de vijand beschikt over 20.000 man. En Jan beschikt alleen over Jan. Maar hij brult in gevechtspak, de helm vol over. De garde sterft nooit en dan geeft hij zich over. Want hij brult in gevechtspak, de helm vol over. De garde sterft nooit. En dan geeft hij zich over. Geweldig. Bart-Jan, welkom. Hoi, Jonand. Het gitaarfestival, daar kom jij voor, hè? Voor de derde keer. Voor de derde keer, ja. Dat was mijn vraag inderdaad. Ja. Jij zit al enorm lang in de muziek. Ik kan me herinneren dat ik voor jou nog een keer een cd heb gekregen. Toen was met de band No Strings Attached. Dat is 30 jaar geleden? Nee, dat was in 1992. Maar toen zat ik al 12 jaar in. Dat bedoel ik. Ja. Ja. Maar in ieder geval ja, behoorlijk ja, lang. Vanaf 1980, 3 oktober om precies te zijn. Er is sinds die tijd heel veel gebeurd. Je hebt zelfs een eigen Wikipedia-pagina, zag ik vanmorgen. Die heb je misschien zelf gemaakt, maar dat... Volgens mij heeft mijn zoon die aangemaakt. Oké, okay, ja. Maar goed, er valt over 30 jaar natuurlijk wel wat te vertellen. Gaan we niet allemaal doen vandaag, want dan gaan we nog verder uitlopen dan we al doen. Maar heel kort, jouw carrière in de vogelvlucht. Van, hoe en wanneer ben je begonnen? Nou, ik ben begonnen... Eerst met al van kind af aan gefascineerd door gitaren, met muziekles op de muziekschool bij meneer Van Heert. 2 jaar, maar eigenlijk vanaf mijn 13e echt serieus gitaar gaan spelen, elektrisch gitaar. En een jaar later in een bandje en bij Café Dubbes in Boksmeer waren sessies. En het allereerste keer dat ik op een podium heb gestaan was toen ik 14 was, nog in maart, in 1980 is dat geweest. Ja. Bij zo'n jam sessie in Dubbes. En wij konden nog niet veel, maar we werden wel geholpen door een aantal mensen uit de buurt. Jan Hendricks en Toon Kepier en Toon Jansen, G. van der Donk. Die waren heel behulpzaam en we mochten op hun spullen spelen. En we hebben later ook bij die mensen voor het eerst liedjes opgenomen en demos gemaakt. Ik weet niet of wij veel konden, maar we hadden in de zomer daarna een paar weken vrij. En ik ging niet op vakantie met mijn ouders en toen heb ik... Met een paar vrienden zijn we hier in de Weijer, eigenlijk daarachter in de kapel, begonnen met repeteren. En na 3 weken hadden we 20 liedjes en zijn we gaan optreden en het is eigenlijk nooit meer gestopt. Nooit meer gestopt? Nee. Muzikant, is daar een droge boterham in te verdienen? Ja, een droge. Een hele droge. Ja. Goed, gitaarmuziek, je passie, dus je leven voor de derde keer het gitaarfestival. Is dat nou voor de derde keer hetzelfde of heb je het helemaal anders dan vorig jaar, het jaar ervoor? Nee, het zit dichter nog bij editie 1 dan bij 2, omdat ik dit jaar weer opnieuw heb gevraagd aan de hoofdgasten van het avondprogramma om zich aan een thema te houden. Ja, en dat thema is? Het eerste jaar heb ik gedaan, ja, dat wil ik eigenlijk niet zeggen. Ja, dan wordt die avond wordt veel leuker. Maar je moet mensen kunnen triggeren met van dit is het thema. De eerste jaar heb ik gevraagd van doe een liedje van je geboortejaar of leuk. Als mens of als gitarist. Nou, dat gaf iets meer ruimte. Ja. En de andere vraag was doe iets van je grootste gitaarheld, liefst uit Nederland. En één vrije keuze. En dit jaar heb ik een vergelijkbaar soort van prikkelende opdracht kunnen geven aan de mensen die we gevraagd hebben. Die ga ik niet zeggen. het gaat ver. Jij wil eigenlijk gewoon zeggen van mensen komen kijken, dan kom je er vanzelf achter. Ja, je moet gewoon komen, want het is een heel bijzondere dag geweest. De vorige 2 keer, en dan wordt het dit jaar weer. En het is niet, we zijn niet enorm geprofileerd in de gitaarwereld in Nederland. En ook niet...
Ja, je kunt, als je zo'n festival doet, kun je het of gokken op van nou, we gaan zoeken naar de grote namen in Nederland. Hè. Je gaat je best doen om Jan Akkerman of Danny Lademacher of dat soort gitaristen binnen te krijgen. We hebben eigenlijk in eerste instantie meteen al gekeken van, we gaan kijken wat hier in de buurt voor bijzonders is aan gitaarmuziek, aan gitaristen en aan mensen die daar iets over kunnen vertellen of wat mee kunnen doen. Ja, en jonge talenten en natuurlijk. Jonge talenten is vanaf het eerste jaar een belangrijk onderdeel geweest. Toegankelijkheid en het, ja, 's middags zijn er workshops en... En ja, s'avonds is het gewoon ook gewoon feest. En ja, want een het mooi, is zoals je concert. Zegt, het is niet alleen een avondprogramma waarvan je zegt, ik kom 7:15 binnen, dan gaat het beginnen en ik word tot 11:45 vermaakt. Nee, dus juist is, niet. Het is meer dan dat. Het begint 's middags en er is, vanaf 1:00 is er van alles te doen. Er zijn workshops, er zijn standhouders met gitaren, met informatie over gitaarlessen, maar ook gewoon mensen die, ja, meer de apartere kant van snaarinstrument bespelen, zou ik het maar noemen. Dus mandoline of banjo of dobro. Mensen die hele freaky dingen doen met geluidseffecten. Okay. Van alles en nog wat. En een aantal nieuwe jonge bands uit de buurt. De avond wordt geopend door de Super Soakers. En ja, een fantastische band. Die zijn hier vorige keer die geweest. Die zijn van vorige maand. En, hè? En zometeen krijgen we hier Nomadic Drive, ook niet te versmaden. Nee, heel anders genre, hè, dan vorige maand. Ja. En is er nog op dat gitaarfestival nog ruimte voor senioren? Ik heb net nog een aardige gitarist ontdekt. Die, daar zijn dan, ik zou liegen als ik niet zou zeggen dat een aantal van de deelnemers al, die zijn nog zelfs wat ouder, denk ik, dan de voorgaande senioren. Ja, maar goed, misschien valt er nog wat te regelen dadelijk, hè? Na afloop. Nee, weet je wat zo mooi is? Het is natuurlijk heel erg tijdloos. Nou is de gitaar is pas later beroemd, eigenlijk gewoon populair geworden als solo-instrument. Hmm. Eigenlijk pas eind jaren 50 en begin jaren 60. Hè, met mensen zoals Chuck Berry en de gitaristen van Gene Vincent en van Elvis. Die, behalve dat je een zanger had, maar bij Elvis hoorde ook een gitaar. Yeah. En er hoorde een solo-gitarist bij. En voor die tijd... Maar ja, goed, de mensen die toen jong waren, in 1958, die zijn van 1940, dus reken maar uit. Dus het gaat sowieso natuurlijk over allerlei leeftijden. En ook dat is iets, iets wat ik het allerleukste vind aan zo'n dag. Is dat het gewoon op alle niveaus tijd- en leeftijdsloos is. Ja, alle categorieën kunnen terecht. Ja. Even denken, 17 december? 17 december, zaterdag. Hier in dit theater? In dit theater, in deze zaal, in de foyer en in de wijk. Ja, in de alleen voor de avond zijn kaartjes te... Voor de avond zijn kaartjes te koop. Ja. En overdag kun je gewoon binnenlopen. Ja. En daar hebben we ook een programma wat iets meer gericht is. Ook op jongeren. Jongeren krijgen sowieso korting. Maar ook op kinderen. Ja. Ja, precies. Dus allemaal. Er is nog, zijn nog kaartjes of loopt de storm? Er zijn nog meer dan genoeg kaartjes. Oké, dus bij deze. Ja. We hebben jou gevraagd om voor na te denken over de muziek hier. Je hebt twee jongens ons aangeraden. Vertel iets over ze. Ja, weet je wat je straks vroeg van hoe gaat dat nou? En ik ben. We hadden een behoorlijk hechte club. Jonge mensen die aan het spelen waren toen wij in het begin jaren 80 begonnen. En door de jaren heen heb ik dat in Boksmeer en de dorpen eromheen eigenlijk zien ontstaan en weer zien verdwijnen. Er zijn periodes dat het lijkt er heel weinig te gebeuren met muziek en met live muziek. Er wordt natuurlijk bij fanfares en harmonieën en met individuele les enzovoort, wordt er altijd wel muziek gemaakt. Maar een paar jaar geleden is er weer behoorlijk goede, levendige muzikanten zien ontstaan hier in de buurt. Meestal gaat dat gepaard met één bandje wat met kop en schouders boven andere dingen uitsteekt. En die trekken dan andere mensen mee. En in dit geval zijn dat de Naked Sweat Drips geweest, denk ik. Ja. En daaromheen zie je in één keer weer, zag je vanuit de box, maar dat is er al niet meer. Maar in die periode is dat wel begonnen, ik denk een jaar of 4, 5 geleden. En ik vind Stefan, dat is een zanger. Tjeu komt niet uit die band, maar die komt uit Gennep. Maar dat vind ik wel exponenten van alles wat toen ik begon met muziek maken leuk maakte. Ja. En spannend en waarom ik dat ben blijven doen. En ik zie daar ook mensen in die waarvan ik ook denk van, oh ja, dat gaat nooit meer weg. Die blijven dat hun hele... Die blijven dat doen. Die gaan ook droogboot verdienen met de muziek.
Zeker. Ja, goed. We gaan ze erbij halen, Bart-Jan. Ik wens jou heel veel succes met het festival. En dankjewel. Volgend jaar kom je gewoon weer vertellen wat er dan op het programma zeker staat. Weten. Afgesproken. Goed zo, dankjewel. Nomadic Drive. Jij bent... Ik ben Stefan Collet. Stefan Collet. En dat is Thieu Rijmakers. Helemaal juist. Ja. Samen Nomadic Drive. Hoe zijn jullie begonnen? Met z'n tweeën. En ik had wat liedjes liggen. Ik ken Thieu al langer van muziek maken. En we zijn bij hem op zijn zolderkamer gaan zitten. Liedjes uitwerken. Ja. En nu is het een band. Ja, en dat is muziek is jullie passie. Wat voor muziek maken jullie? We noemen het zelf Americana Grunge. We doen dit soort dingen, dus akoestisch. Maar bijvoorbeeld vanavond spelen we in Merlijn in Nijmegen, het poppodium. Ja. En dan is het gewoon met band en voluit rocken. Ja, dus, dan gaat het dak eraf. Ja, dan zitten we meer in het straatje Pearl Jam Soundgarden. En nu zit het wat meer in, je gaat meemaken. Want ik had inderdaad gezien op jullie programma vanavond in Nijmegen. Dat betekent als je hier klaar bent, plankgas. Ja, plankgas. Alles opzetten. Zeker. Ja, want hoe laat moet je daar spelen? 10:00, dus we hebben nog even. Oh. Dus even eten, Maar we zijn muzikanten, hè, dus je weet het nooit. Je weet nooit de klapband of zo. De naborrel hier duurt nog even, dus je kunt nog even spelen. Jullie zijn ook op het gitaarfestival, neem ik aan? Ja, wij zijn... Als tweetal of als band? Het wordt akoestisch, maar of daar een cajonspeler, dat is een kistje waar je op kan trommelen, en een bassist bij zit, dat weten we nog niet. Ja. Dus wat ga je voor ons spelen? Twee nummers. De eerste heet Why en de tweede heet Their Echoes. Nog ergens op geïnspireerd? Zeker, maar dat ga ik niet vertellen. Dat ga jij niet vertellen. Oké, goed zo. Ik ga het hier vast afsluiten. Ik bedank iedereen voor... de enorme opkomst vanavond weer. Volgende maand, dan is het de laatste vrijdag van de maand is 30 december. Gaan we gewoon een nieuwscafé doen, maar dan maken we wel een nieuwscafé van met een paar bijzondere gasten gaan we zoeken die echt op een jaar terug kunnen kijken wat voor hun een bijzonder jaar is geweest. Dus ondanks dat het vlak voor oud en nieuw is, gewoon komen 30 december hier in dit theater het nieuwe nieuwscafé. Bedankt voor de komst, luister naar de band, mooie muziek. Goedenavond. A year passed, not thinking of you. A hidden memory laid to rest. I was busy doing something new. Days of peaceful feelings past. Love and bliss, stuff like that. Not thinking of what we used to have. Of what once was. And why you keep haunting me. I tried getting over the oh why. You keep haunting me. If you don't leave me, I'll leave me. You showed up so suddenly, haunting me down in my hometown. Now I'm in bad company. You tore the wound open, tore me apart. You brought to light the darkest part. Another drink couldn't comfort the heart. Why did you play it this hard? Oh, why you keep haunting me? I tried getting over the oh, why you keep haunting me. If you don't leave me, I'll leave me. But you know you were the perfect crime. Don't crumble my walls, don't make me fall. Don't catch me, leave me, get out, believe me. And never, no, never touch me again. And why you keep haunting me? I try getting over the oh why. You keep haunting me
don't leave me. And why you keep haunting me? I tried getting over the oh why. You keep haunting me if you don't leave me. If you don't leave me. Dankjewel. We hebben er nog eentje. Neem nog een borreltje en dan gaan we lekker spelen. Without a warning, filled the scars with a nutty ear. Merely apathy remained, my darling. The jacket of time disappeared. I looked at the furniture, saw a widow with a fate. Destiny's mother nurtured the offspring too late. I hear the echoes every now and then, brings me to my knees. It's the howling of the young which strikes me the most. I feel their burdens pushing on. The weight is so heavily, but the love, it's so heavenly, of those who are young, my dear. I don't wanna disappear. I hear their echoes every now and then, brings me to my knees. And pain doesn't hold. It's life they master in its purest form. They conquer sorrow and beat the pain. They
They mix up the plot. Won't copy the care. I hear their echoes every now and then. Brings me to my knees. Why can't I be like them no more? Why do I have to move on? Isn't it all too short? Too short. Too short. Too tot ziens!